Klaar voor de eerste dag Music for Life. Straks komt Eva mij halen. We zijn daar. Kijk Eva! Joehoe! Kan gebeuren hè. Oké, ik had vandaag naar Wachtebeke gegaan. Mensen zouden dus denken dat wij super chill zijn, hè, omdat wij dat al een paar keer hebben gedaan. De druk op de schouder wordt ook groter, want ja, de mensen weten dat het vorig jaar was gestoord. Dus het moet beter, hè? Dag Brammy. Yo. Yo, de mama! Ons team, hè? Oh my god. Oh, dat ziet er zalig uit! Oh, dat is kei gezellig. Oh, zalig. Oh, zalig. Guys. Spannend, hè? Nu nog het nieuws en dan beginnen we eraan. Ja. De vlam brandt op de toren, in ons hart en ook een week lang op de radio. Zullen we anders de eerste plaat gewoon starten? Eerste plaat. Het is voor Veerle. Veerle Finoelst heeft hij gekozen. €50 voor Lovely Therapy Horses. Coldplay. We zijn vertrokken! Yeah! Even een toast. Koffietje. Met koffie. Mijn shift zit erop. Bram, die moet pas straks. Eva is nu bezig. Dus wij gaan ondertussen ons valiezen uitpakken in het mooiste plekje van heel het terrein. We gaan daar niet zomaar naartoe. Hier is ons huisje. Maar we gaan eerst eens een tourke rond de vijver doen. Eva ondertussen. Platen aan het draaien, kou aan het leiden. Droevige verhalen. Acties, vlammen geven, hard eraf bakken eigenlijk. En Bram en ik zijn... We run a boat. En ik heb die fles rosé mee. Ja, mooi. Zou jij vanavond graag zwarte vogel barbecuen? Typisch hè. Bram is dus super grote fan van de natuurdocumentaires op dus de BBC. En nu heeft hij een vlogcamera in handen gekregen. En nu denkt hij plots dat hij de Richard Attenborough is van Wachtebeke. Links achter Linde. De iedereen zorgt voor iedereen vogel. Hij bevindt zich meestal rond formaties die de vorm hebben van letters. Iedereen zorgt voor iedereen. En die scheiden ze dan onder met hun zure excretie. Hieronder gaan we presenteren 's nachts. En hierboven, dat appartementje, is onze slaapkamer. Hieronder zit de tafel waar we 's nachts radio mee gaan maken. Het vuur brandt hier immer. De apéro staat al klaar. Hier achter dit gordijn zit een toiletje. Dan hier is de badkamer. Grote spiegel. En pronkstuk, een bad. Met uitzicht op Puienbroek. Want daar gaan we superveel tijd voor hebben om een bad te pakken. Not. Wat hè? Ik ben ons huisje aan het tonen. Ja, hier is onze open haard. Waarmee dat je dus los naar de badkamer kunt kijken. Dus als daar iemand in zijn flitter staat, dan is dat geen geheim. We beelden ons in. We zijn hier door onze living aan het lopen. We gaan eens kijken naar het knisperend haardvuur. En dan zie je dat. Ja, je hebt een brandend kruis, Bram. Ja, de terras is dus zalig. Fenomenaal. Hier geven mensen heel veel geld voor, hè, om op zo'n unieke locatie te slapen. Zeg, als we dan nu eens op Airbnb zetten. Echt. Businessplan van vandaag. We zitten op Airbnb. Ja. Wij gaan hier gewoon ergens in een barak slapen. In zo'n container of zo. Of onder het podium. En dit dan is de huur voor het goede doel dan. Ah ja. Ah nee, of gewoon voor Airbnb voor onze rekening. De master bedroom. Drie schattige bedjes. Ik zal in het midden liggen. Dat past ook wel bij mij, hè, vind je niet? Bij mijn persoonlijkheid. Een sandwich. En dan lig ik goed centraal. Als je binnenkomt, dan stoot het direct op mij. Hallo. Ik ben super moe. Dan kom ik binnen. Hallo. Hey. Ideaal. Dit is mijn plekje. Dag Bram. De warmste week van Music for Life.